Welkom bij nog spellen van leuk dat jullie er weer zijn. En dit keer wil ik met jullie gaan kijken naar de legende van Andor, Shada en Thorn. Uitgegeven door 99 Games is het een spel voor twee spelers waar je ongeveer drie kwartier mee zoet bent. En in dit spel gaan de twee spelers samen de strijd aan met de avonturen binnen Andor. Zoals jullie misschien wel kennen van het basisspel Andor. Alleen deze is toegespitst op een twee spelerspel. Maar we gaan weer verschillende avonturen door. We gaan reizen door verschillende landen. Daar ontmoeten we allerlei figuren, vijanden en gebeurt er van alles en nog wat. En aan ons is het om goed samen te werken, zodat we beide de eindstreep halen voordat de vervloeking dat doet. Want dan hebben we allemaal verloren. Dus laten we maar eens gaan kijken wat er in het doosje zit. Het spel is gemaakt door Gerard Hecht, dus niet door Michael Menzel die het basisspel De Legende van Andor heeft gemaakt. En wij krijgen de spelregels in het Nederlands. En het leuke is, je krijgt een direct spelenavontuur. Dat is gewoon een introductieavontuurtje, zodat je een beetje kan wennen aan de mechanics. Met een leuk kaartje van de wereld waar wij doorheen gaan reizen. En dan de spelregels zelf, helder, overzichtelijk, niks bijzonders. Met nog een keer een uitleg van alle verschillende symbolen die we tegen gaan komen. En dan krijgen wij een heleboel avonturen waar we natuurlijk doorheen kunnen gaan stormen. Daar komen we straks bij terug. De kampvuurtjes, de markers voor Shada en Thorn en de vervloeking. En we kunnen eventueel nog een ander karakter tegen gaan komen. De gevarenkaarten, de vervloekingen, de vriendenkaarten en nog wat bijzondere kaarten die we tegen kunnen komen. En wat in dit spel heel belangrijk is, de wilskrachtpuntjes. En tot slot hebben we nog een set items die we tegen kunnen komen en de kaarten voor zowel Shada als Thorn. Dat is wat we krijgen. Laten we snel maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit. Je speelt het uiteraard met twee spelers. Elke speler kiest of zij Shada of Thorn willen besturen. Je neemt de drie overeenkomstige kaarten. Achter elke kaart van jouw karakter leg je gesloten op de slapende kant een vloekkaart. En je beslist van tevoren of je met de vriendenkaarten speelt. En als je dat doet, mag elke speler ook nog één vriendenkaart kiezen. En die leg je bovenaan de middelste rij. Dan leggen we binnen handbereik de voorwerpkaarten, de drie speciale kaarten. En we kiezen natuurlijk een avontuur wat wij gaan spelen. Ik heb gekozen in dit voorbeeld voor de stekelrotsen. Bij elk avontuur zitten een paar kaarten met daarop de verschillende afbeeldingen die je tegen gaat komen. En een stukje introductie van wat is nou precies het avontuur dat wij gaan doen. We schudden de vijandkaarten, we leggen de wilskrachtfiches binnen handbereik. En we leggen het avontuur op deze manier neer. Je hebt een startetappe, dat staat onderaan de kaart vermeld. Dan heb je daartussen een aantal tussenetappes. Daar kies je er twee van als je er meer dan twee hebt. En dan heb je natuurlijk de doeletappe en dat is waar we naartoe gaan. De start- en doeletappe die draaien we open. En die geven ons de startposities voor Shada, voor Thorn en voor de vervloeking. Daarnaast geven ze aan hoeveel mistkaarten, monsterkaarten hierboven moeten liggen. In dit geval komen er drie kaarten boven te liggen. En dan zijn we klaar om te gaan spelen. Het doel van het spel is om gezamenlijk naar de twee eindposities te komen. Er staan ook twee vakjes met elk onze afbeeldingen. Eentje voor Shada, eentje voor Thorn afgebeeld. En dat moeten we doen voordat de vervloeking daar is. Als die dat daar eerder aankomt, verliezen we. Of als we alle mistkaarten op zijn, dan hebben we ook verloren. Of als één van ons daar is en de andere niet op tijd erbij kan komen, hebben we ook verloren. Volledig coöperatief, we moeten dus goed samen gaan werken. Maar zo zetten we het op. Laten we maar eens een spelletje gaan spelen. Shada is degene die als eerste gaat spelen en als een speler aan de beurt is, moet hij één van de drie vooraanliggende kaarten in de drie rijen die hij heeft, moet hij activeren. Je mag zelf kiezen welke en daarna schuif je die kaart achteraan de rij. En je hebt drie verschillende actiemogelijkheden. Je kunt ofwel gaan lopen, ofwel gaan vechten. Of je kunt de speciale eigenschap gebruiken die onderaan de kaart staat. Alle statistieken staan ook op de kaart vermeld.
Dus als we kijken naar de middelste kaart van Chada, dan zie je hier haar mogelijkheden om te lopen. Ze kan ervoor kiezen als ze loopt om 2, 4 of 6 verplaatsingspunten te nemen. Neemt ze er 2, zit er geen negatieve consequenties aan. Neemt ze er 4, dan moet de vervloeking ook een stapje lopen. Neemt ze er 6, dan moet ze de kaart omdraaien naar de slecht weerzijde en 2 wilskracht betalen. En dat omdraaien, daar staat gewoon, zoals je ziet, minder verplaatsingspunten, andere speciale eigenschap en de aanvalskracht is een stuk slechter. Maar daarna mag je het weer terug omdraaien naar de positieve kant. Verder staat hier de aanvalskracht 5 en hier onderaan staat de speciale eigenschap, je ontvangt pijlen. En pijlen is een van de itemkaarten die hier liggen. Hou er rekening mee, als je een itemkaart neemt, gaat hij in een van de rijen. En zodra je hem gebruikt, gaat hij uit het spel. Dus die voorraad is niet oneindig. Als eerste wil ik even kijken naar het lopen. Nou, jullie zien verschillende etappes afgebeeld op het speelbord. En daarin staan gewoon getallen. Dus als ik met Chada wil lopen en ik gebruik deze kaart om te verplaatsen. Even een beetje opschuiven. Dan kan ik dus kiezen om 2, 4 of 6 stappen te bewegen. Kies ik voor 2, dan kom ik dus alleen maar op dit veld terecht. Kies ik voor de 4, dan kan ik dus 1 plus 3, dan kan ik in één keer hier naartoe lopen. En kies ik voor de 6, dan kan ik zelfs helemaal hier naartoe lopen. Ware het niet dat dit een rood veld is. En rode velden mag je nooit overslaan. Dus ook al zou ik de 6 nemen, dan mag ik nog steeds niet verder lopen dan dit veld. En daar moet ik mijn verplaatsing beëindigen. Dus dit zijn verplichte stopvelden. Verder zien jullie dat er wat afbeeldingen staan bij de diverse etappes. Hier krijg ik een wilskracht als ik mijn verplaatsing daar beëindig. Hier verlies ik een wilskracht als ik mijn verplaatsing daar beëindig. En hier krijg ik een itemkaart. Heb ik niet de goederen om deze kosten te betalen, dan mag ik dus ook niet naar zo'n locatie verplaatsen. Maar laten we zeggen dat ik ervoor kies om 2 stappen te lopen. De overtollige stappen verdwijnen gewoon, dus ik ga naar dit veld toe. Dat kost mij 1 van de 2 verplaatsingen en ik krijg daarbij 1 wilskracht. Het leuke ervan is, wij werken natuurlijk samen. Op het moment dat nu ik heb een actie gedaan, dan is mijn medespeler, die mag ook gaan verplaatsen. Maar die mag de vakjes waar ik op sta, of de vakjes, het vakje waar ik op sta, die mag die negeren. Dus hij hoeft nu maar 3 te betalen om hier naartoe te gaan. Zou ik dus hier mijn verplaatsing beëindigen, dan kan die, even een beetje draaien, Chada, zeggen ik betaal 5. En dan mag hij 1, 2, 3, 4, 5 hier naartoe. Omdat dit vakje, waar je verplicht moet stoppen, afgedekt is, heeft de andere speler daar geen last van en kun je er zo overheen vliegen. Dus dat is wel iets waar je rekening mee moet houden en een manier om goed samen te werken. Zorg ervoor dat je dan sneller over het bord kan verplaatsen. Uiteraard bewegen we alleen maar vooruit. We mogen niet teruglopen. En zoals ik al zei, als je op een vakje komt of over een stuk route gaat waarop staat dat je iets moet betalen, moet je dat ook kunnen betalen, anders mag je daar niet naartoe. De tweede actie die ik met jullie wil bekijken is het gebruik van je speciale eigenschap. Die is eigenlijk heel simpel. Als ik ervoor kies om de speciale eigenschap van mijn karakter te gebruiken, kies ik een van de kaarten. Hier onderaan staan de speciale eigenschappen benoemd. Hier ontvang ik pijlen, of Mares amulet. En hier zo mag ik mijn pion 1 veld vooruit zetten, ongeacht het cijfer erop. Of ik mag 1 wilskracht ontvangen. Nou, ik vind het wel handig voor mijn laatste voorbeeld van de aanval om pijlen te ontvangen. Dus ik kies ervoor om deze kaart te gebruiken voor de pijlen. Ook als je hem gebruikt voor de verplaatsing, de speciale eigenschap of het aanvallen, gaat hij altijd achteraan de rij waarin deze kaart ligt. En in dit geval ontvang ik pijlen. Ik ga naar de items toe. Ik zoek de pijlen erbij. En die pijlen mag ik onderaan een van deze stapels gaan leggen. Nou, die leg ik bijvoorbeeld hier neer. Dus die gaat ook mee draaien in de rijen die ik heb. Hoe werkt het vechten? Het vechten komt doordat er natuurlijk monsters in je rijen gaan komen waar je tegen moet vechten. Hoe komen die monsters daar? De eerste keer dat je een vervloeking activeert, dan zit hij nog op de slapende kant. Dat is deze kant. Dat staat hier ook op. Aan het begin van het spel leg je de vloekkaart op deze manier. Zodra de vloekkaart hier is, en ik moet altijd kiezen om 1 van de 3 voorste kaarten te activeren,
Dan kan ik ervoor kiezen om deze te activeren en dan draai ik hem naar de actieve zijde. En dan zie je dat die verandert in een vervloeking. En dan staat onderaan staan een aantal opties hoe je deze kaart weg kan werken als die weer onderaan komt te liggen. Ik kan er 1 wilskracht voor betalen. Ik kan 1 mistkaart nemen. Daarmee krijg ik dus vijanden. Of ik kan de vervloeking een stapje laten lopen. Maar de eerste keer dat hij dus zo komt en je activeert hem, draai je hem naar de actieve zijde. En net zoals bij alle andere kaarten gaat hij dan weer achteraan in de rij. En krijg je de volgende kaart. Maar laten we zeggen dat ik deze heb geactiveerd. Daar krijg ik een mistkaart van. De mistkaarten pak je van de stapels die bij het gebied liggen. Dus aan het begin van het spel staat er leg 3 mistkaarten boven dit gebied. Dat zijn deze 3 kaarten. Daar moet ik ze vandaan pakken. Kan ik daar geen kaart vandaan pakken terwijl ik dat wel zou moeten? Dan hebben we meteen verloren. Nou, we gaan er dus even eentje pakken. De mistkaarten komen altijd in de actieve rij. Dus als ik bijvoorbeeld bij deze rij de vervloeking heb gedaan, dat betekent dat de mistkaart ook in deze rij komt te liggen. Nou, daar staat een monster op met een krachtwaarde. Een speciale eigenschap als je hem niet kan bevechten. En eventueel een bonus als je hem verslaat. Nou, we gaan eventjes zorgen dat deze vooraan ligt. Als op een gegeven moment een van die mistkaarten vooraan ligt, heb je 2 keuzes. Of je doet het effect wat hier onderaan staat. Leg bij Shada alle vloekkaarten vooraan in de betreffende rijen. En verwijder deze kaart, genaamd Kentar, vervolgens uit het spel. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal wenselijk, want dan heb ik in één keer 3 vloekkaarten vooraan liggen. Dat is kansloos. Maar wat leuker is, is natuurlijk zo'n mistkaart verslaan. Daarvoor moeten wij de krachtwaarde van de mistkaart evenaren. Dat mag je ofwel doen met een karakter. Ik heb hier een karakterkaart met een kracht van 2. Dat gaat hem niet worden. Maar ik heb ook mijn pijlen vooraan liggen, dus ik kan ook ervoor kiezen om deze pijlen te gebruiken. Pijlen, zoals ik al zei, daar staat er ook op. Nadat je die activeert, gaan die uit het spel. Kracht van 9, die gaan weg. Het monster verslaan, die gaat ook weg. In dit geval krijg ik daarvoor 1 wilskracht. En dan ben ik het monster ook weer kwijt. Zou ik het monster verslaan met gewoon een karakter, dan gaat dat karakter natuurlijk gewoon achter in de rij. Want elke keer als je een kaart activeert en er staat niet specifiek op dat je hem vernietigt, gaat hij weer achteraan de rij. Maar dat is het vechten. Maar wat ook leuk is, omdat het een coöperatief spel is, laten we zeggen dat ik mijn pijlen niet binnen handbereik heb. Dan kan ik altijd de hulp inschakelen van een karakter wat aangrenzend staat. Mocht het zo zijn dat Thorn aangrenzend staat aan het vakje waar ik sta, dan mag hij mij ook helpen. Sterker nog, dan mogen we gezamenlijk vechten. Wat we dan doen is, we kiezen allebei 1 kaart met een gevechtswaarde. Die tellen we samen bij elkaar op en dan kunnen we kijken of we het monster kunnen verslaan. Nou, in mijn voorbeeld, zij heeft een kracht van 9. Ik kan ervoor kiezen om mijn 2 te gebruiken. Als Thorn zijn 7 gebruikt, hebben we samen 2 plus 7, 9. Dus dan kunnen we deze kaart verslaan. Betekent wel dat wij allebei deze kaarten die we gebruikt hebben naar achteren moeten schuiven, omdat we ze geactiveerd hebben. Maar zo kunnen we gezamenlijk helpen om de monsters te verslaan. Het naast elkaar staan heeft nog meer voordelen. Als je aan het begin van een beurt bij elkaar staat, mag je ook gewoon zeggen, ik val een monster aan bij de andere spelers, zonder dat je dus gezamenlijk gaat vechten. En je mag ook wilskrachtpunten betalen voor die andere speler, als die ze niet heeft. Je mag ze niet zomaar overgeven, maar je mag wel zeggen van, oké, als jij daar naartoe gaat, krijg je van mij de wilskracht om daar naartoe te gaan. Dus dat is wel een mooie manier om samen te werken. Maar dat zijn de 3 verschillende acties die jouw karakterkaarten jou bieden. Maar als je aan de beurt bent, kies je dus 1 van de 3 voorste kaarten. Die activeer je en dan is de volgende speler enzovoort enzovoort. Wat wij dus willen doen is, wij willen over het speelveld heen bewegen. En als voordat deze vervloeking er is, willen wij de eindvelden bereiken. Als de vervloeking eenmaal ergens staat, kun je hem niet inhalen. Dus dan heb je een uitdaging. Dus hij mag niet bewegen voordat wij daar voorbij zijn. De vervloeking beweegt altijd over de snelste routes. En de snelste route, om jullie te helpen, is aangegeven door een ononderbroken lijn. Waar wij ook overheen kunnen reizen. Wij hebben soms alternatieven. Zoals jullie misschien bij deze tweede locatie kunnen zien. Dan zie je dat de route van de vervloeking is hierboven langs. Maar wij zouden eventueel onderlangs een bochtje kunnen maken of helemaal onderlangs. Wij kunnen allerlei verschillende routes nemen op weg naar de eindbestemming. En dat heeft voor- en nadelen. Sommige geven heel veel extra wilskracht.
ah ja, je bent wel weer meer stapjes kwijt. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Want dat betekent dat je dus ook vaker door die rijen van kaarten heen moet gaan. Dus ook vaker die vervloekingen tegen gaat komen. Wel belangrijk, als wij naar een nieuwe etappe gaan. Zodra alle karakters van één kaart, één doelkaart af zijn en naar de volgende zijn. Hier zie je dat er weer twee mistkaarten bij komen. Plop, 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 plop. Zijn wij allemaal van deze kaart af. Dan gaan de mistkaarten van de vorige etappe naar de nieuwe etappe. Dus dat geeft ons meer mistkaarten. Dus zouden we nog eens een keer een monstertje extra kunnen bevechten. En als er überhaupt kaarten meegaan naar de volgende etappe, komt er nog één bonus mistkaart bij. Dus dat zorgt dat je wat meer tijd hebt. Maar zo reizen we verder. Wij winnen dus als wij allebei gezamenlijk hier op het einde staan. En wij verliezen als de vloek een van de karakters bereikt tijdens het verplaatsen. Of op het eindveld komt van een van de karakters. Wij verliezen ook als één van onze helden het eindveld behaalt. En de andere niet op tijd. Dus in het voorbeeld als Thorn er al is, moet Shada binnen 3 rondes zorgen dat ze er ook komt. Als ze aan de beurt is, kan ze zeggen ik doe een verplaatsing. Rood hè, mag ze niet verder. Dan is Thorn, die doet niks meer. Die pakt alleen één zo'n vuurtje weg. Dan is Shada weer, die doet weer een verplaatsing. Moet ze weer stoppen. Dan is Thorn weer een verplaatsing. Of weer een vuurtje. Nou, en dan heeft ze dus effectief maar 3 beurten om het te halen om erbij te komen. Dus je moet elkaar absoluut in de gaten houden en goed samenwerken. Nou, we verliezen dus ook als we een mistkaart moeten trekken. En die zijn er niet meer. Ook als je alle 3 rijen geblokkeerd hebt. Dus er staan alleen maar acties op die je niet kan uitvoeren. Dat kunnen ofwel mistkaarten zijn of vervloekingen die je niet kunt betalen. Dan heb je natuurlijk ook verloren. Dus 1 manier om te winnen. En 4 manieren om te verliezen. Maar een gezonde uitdaging om dat samen de kop te bieden. Maar op die manier wordt de legende van Andor, Shada en Thorn, gespeeld. Voor de liefhebbers van de legende van Andor is Shada en Thorn een fantastische 2-speler variant. Het artwork en de vormgeving is weer even fraai als in het basisspel. En er zitten natuurlijk de bekende mechanismes in waarbij we samen moeten werken, keuzes moeten maken. En ook echt serieus na moeten denken over wat gaan we doen en vooruit plannen van wat voor ellende komt eraan. Om ervoor te zorgen dat we alles tot een succesvol einde weten te brengen. Want dit spel kan net als de legende van Andor vrij genadeloos zijn als je niet goed oplet. En die uitdaging, die puzzel die je steeds opgeworpen krijgt, die is hartstikke leuk om te doen. En het mechanisme is ook simpel, maar erg effectief. Je hebt keuzes uit de 3 kaarten die vooraan liggen. En als dat toevallig een van jouw karakterkaarten is, kun je daarmee lopen, vechten of je speciale eigenschap doen. En het is oh zo belangrijk, ik kan het niet genoeg nadrukken, om met elkaar samen te werken, over elkaar heen te springen, zodat je bepaalde vakjes niet allebei hoeft te betalen. En te kijken wat zijn jouw sterke punten en wat zijn jouw sterke punten en hoe kunnen we daar maximaal gebruik van maken. De avonturen die je krijgt bij dit spel, 4 stuks in totaal, die worden geleidelijk aan steeds uitdagender, steeds veel eisender van de spelers. Maar ik heb nooit het gevoel dat ze oneerlijk zijn. Alleen je moet echt wel serieus je stappen plannen en met elkaar overleggen. Doe je dat niet, dan bestaat de kans, een zeer reële kans, dat je het gewoon niet gaat redden. En die spanning, die druk, die is erg leuk. En omdat je met z'n tweeën bent, motiveert dat tot heerlijk samen spelen. Alles bij elkaar genomen ben ik dan ook onder de indruk van hoe dit spel geschaald is naar een 2-speler variant. Ik vind de mentale puzzel van de rijen met kaarten, de keuzes van welke vakjes ga ik bezetten, welke routes neem ik en welke portie ellende laten we op welk moment afgaan, vind ik ontzettend gaaf. En ook proberen het lekker met elkaar samen te werken, wilskracht delen, vijanden voor elkaar slopen. Dat zijn cruciale punten waardoor je soms net met hangen en wurgen over de eindstreep kan komen. En dat gevoel, dat is natuurlijk heel plezant. En soms gaat het ook gewoon jammerlijk mis. Nou ja, het is een vrij snel spelletje. 3 kwartiertjes is een realistische inschatting. En dan proberen we toch gewoon lekker nog een keertje. Maar alles bij elkaar genomen is het een uitstekende 2-speler variant. Met mooi artwork en die de spelers motiveert om goed samen te werken. Zodat je daarna een bevredigende overwinning naar je toe kan trekken. Of soms jammerlijk zal falen. Maar dat maakt dit spel heerlijk om te winnen en uitdagend om te spelen.
En vandaar ook 4 sterren vanuit mij. Spellenzolder.